Weet je wat eng is? Precies één. Een rust. Rust probeert de politieke partij Splinter te financieren. Russen. En de Rus heeft voor de verkiezingen geprobeerd de politieke partij Splinter te financieren met een gift van €250.000. Daarmee lijkt voor het eerst een Russische beïnvloedingscampagne te zijn blootgelegd. Nederlandse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor ondermijning door het Kremlin. Ja. Een Rus, het Kremlin. Dat is gewoon, als je een Rus iets doet, is het Kremlin dat het doet. Zo is het. Het staat daar. Het kan niet anders zijn. Heb je die touwtjes niet uit het Kremlin zien gaan? Echt? Het zijn iets van, 4 keer 140 miljoen touwtjes. Letterlijk alle Russen worden in directe zin bestuurd vanuit het Kremlin. Ja, ze kunnen gewoon, het is een autoritair systeem, weet je. Geen enkele agency, voor niemand, nergens in. Gewoon broodje halen, kan ook niet. Allemaal gewoon du. En het is ook gewoon oké om te zeggen, hij is een Rus, dus zonder bewijs aan te leveren, banden met het Kremlin. Ik bedoel, ook als je dat wel zou aantonen, om dat hier niet te vermelden, dat leest gewoon heel naar. Ik bedoel, over welke andere groep kan je dat zetten? Als je daar Jood neerzet... Jood probeerde politieke partij Splinter te financieren. Een Jood heeft voor de verkiezingen geprobeerd de politieke partij Splinter te financieren met een gift van €250.000. Daarmee lijkt voor het eerst een Joodse beïnvloedingscampagne te zijn blootgelegd. Nederlandse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor ondermijning door George Soros. Ja, Hanna Luden, die zit op je dak dan, kan ik je vertellen, van het CD. En nog heel de wereld, want best terecht, best wel fucked up als je zo dat soort, zo'n aantijging doet. Ten eerste zonder bewijs en ten tweede het heel erg op de identiteit van die persoon legt. Diegene is dan een Jood. Bovendien, stel dat iemand daarna, of dat je dat artikel schrijft en dat je daarna waterdicht aantoont... dat het inderdaad zo is dat het een Jood is geweest die doelbewust heeft geprobeerd verkiezingen te beïnvloeden en dat ook daadwerkelijk heeft gedaan in opdracht van George Soros, dan is het nog steeds twijfelachtig of het oké is om dat op deze manier onder woorden te brengen. Ja, dat is wel problematisch. Ja. Maar goed, wie weet komt het bewijs nog. De Rus die aanklopte bij Splinter... Een partij van ex-partij voor de dieren Kamerlid Femke Merel van Kozen-Arissen heet Vadim Belikov. Uit onderzoek van actualiteitenprogramma 1 Vandaag blijkt dat hij in contact staat met organisaties die gelieerd zijn aan Russische president Vladimir Poetin. Dat betekent in twee gevallen, niet per se niks, maar het kan heel veel betekenen. Ja. Het kan ook niks betekenen, want het is gewoon een of andere vage connectie. Er is niet een document of een audio of iets waarin Poetin zegt, yo, doe dit. Ja, oké, dan zou je een zaak hebben. Maar hij kent mensen die mensen kennen. Ja, en het kan ook natuurlijk alsnog implicieter zijn. Alleen, er is zo'n theorie of zo, ik weet niet, zou kunnen dat dus bewezen... Maakt niet heel veel uit. Maar in ieder geval, iedereen op aarde, of bijna iedereen op aarde, is maximaal 5 handshakes van Obama verwijderd of zoiets. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk gewoon in een hyperconnected wereld zitten. Dus dit is al 2 stappen verwijderd. En het is dus een Rus die eventjes een kwart miljoen uit te delen heeft. Dus dat is niet iemand die een 9-tot-5 baantje werkt. Nee. Wat de kans per definitie exponentieel vergroot dat hij omgaat met mensen die omgaan met mensen die omgaan met Poetin. Of in ieder geval, dat wordt niet eens gezegd. Gelieerd met Poetin kan ook gewoon betekenen dat het een soort van fanclub is waar hij zelf nooit mee heeft geïnteracteerd. Ik weet het niet. Maar er wordt wel gelinkt naar de bron, dus laten we die even... kijken wat er in dat artikel staat.
Want ik ben wel benieuwd naar... Joost Vullings, oud NRC-journalist ook, als ik me niet vergis. Oké. De Rus. Ze noemen hem ook gewoon... ze hebben al hier zijn... in de inleiding... Sorry, ik misschien loop ik een beetje vrij. Maar ze hebben al in de eerste zin... Hebben ze al de naam van die persoon genoemd? Ja. En dan vervolgens in de rest van het artikel... Verwijzen ze nog steeds naar die persoon als... De Rus. Maar Koen... Was the operative factor here? Nou. Het boeit niet wat hij... hoe die heet of wat hij doet. Ik bedoel... Als, is een rust. Ja. Stel nou dat dit een... weet ik veel. Een Amerikaan zou zijn geweest. Die zou denken... Hé, een beetje een... environmentalist georiënteerde partij. Laat ik daar wat geld aan geven. Zou er überhaupt iemand... een artikel hebben geschreven... Zou er überhaupt iemand een melding hebben gedaan? Tuurlijk niet. Nou, als er een artikel zou zijn geschreven, dan zou het een filantroop worden genoemd. Ja. Yeah. Maar goed. Ik denk zo, ja. Voor het eerst zou Russische inmenging bij een Nederlandse politieke partij zijn blootgelegd. Dit spreekt al echt van hoe erg ze daarop hebben zitten wachten. Om dat een keer te kunnen schrijven. Yay! Wij zijn ook belangrijk genoeg om door Rusland beïnvloed te worden. De Big Boy Club. Daar hebben we nu lid van. Dat is een beetje dat... Oh, ja. Alsof je een fake membership card maakt om bij een club binnen te komen. Dat zegt Pieter Koblenz, oud-directeur van Militaire Inlichtingendienst. Die spreken altijd de waarheid. Zeker. Over die moet je gewoon inlichtingendiensten, die hebben nog nooit gelogen. Baken van hoop, baken van moraliteit. Daar moeten we het van hebben in deze wereld. Maar het doel van een inlichtingendienst is toch ook om de bevolking in te lichten? Ja, maar gewoon correct. Ja, zeker. De mysterieuze Rus. Een onderzoek naar de mysterieuze Rus. Waarschijnlijk is hij een heel high profile, zoals je net zei, hij heeft heel veel geld. Waarschijnlijk is hij best wel een high profile guy. Wat maar, dus waarschijnlijk is hij niet zo mysterieus. Let's find out. Vadim Belikov, hij heeft gewoon... Wacht. Waarschijnlijk is het een soort van Jan de Vries in Rusland. Oh. Zit deze guy gewoon op Twitter? Deze guy zit gewoon op Twitter. Oh, hij heeft... 82 volgers. En een retweet Kamala Harris. Planting trees and education are very important. Oh. Dit klinkt wel als iemand die geld zou geven aan een partij die voortkomt uit Partij van de Dieren. Hm? Maar ik ben benieuwd meer... Wacht, heeft hij iets van een bio hierbij staan? Nee. Ik ben benieuwd wat hij doet, waar hij zijn geld vandaan heeft. Vice President of the Board? Of van de board. G20i Summit. Gevestigd in New York, dus het is misschien toch Amerikaanse inmenging. Oh, nice. Ah. Influential next gen leaders. Dus dit is gewoon... een soort van NGO boy, toch? Corporate consultancy of zoiets. Gevestigd in New York. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat om waar die geboren is. Dat maakt heel veel uit. Razia. Maar ik ben nog steeds benieuwd naar het bewijs dat hij banden heeft met Poetin. Oh, hier, korte lijntjes met Moskou. Belikov zou dit willen doen vanwege zijn betrokkenheid bij vrouwenrechten. Hij had daar inderdaad net ook iets over geretweet. Dus, we zijn er niet op ingegaan, want het was nogal vaag en het voelde niet goed, zei Frank van Koten, man van splinterlijsttrekker Meral... Ja, ik ga die naam niet uit, helemaal oplezen, fuck it. En tot aan de verkiezing en de ambtelijke secretaris van haar fractie. Het contact met Belikov zou hierna zijn stopgezet. Ik vind het wel, ik bedoel, dit wordt waarschijnlijk toegejuicht dat hij dat zo heeft gedaan. En, nou, niet per se onterecht. Maar, ik weet niet.
Ik kan er niks aan doen, maar de associatie blijft om me opkomen. Als iemand zo'n natuurlijk wantrouwen zou hebben tegenover iemand met een zak geld die Joods is, die aankomt, van oh ja, ik vind het een beetje verdacht overkomen. Zou het dan ook worden toegejuicht? Ik hoop het niet, maar... Ik denk het ook niet, maar nu dus wel. Nee. Je kan natuurlijk sowieso je vraagtekens, zeer grote vraagtekens zetten bij het feit dat iemand gewoon $250.000 doneert aan, of was het euro, dollar? Niet uit. Ja. Aan een partij doneert. Daar kan je al je vraagtekens zetten. Maar dat wordt ook gewoon helemaal niet groot. Dat, nee. Dat maakt niet uit. Het enige probleem is dat het een Rus is. Dat is het enige wat En verder dat zeg maar, een dergelijke donatie, die Thijs Splinter bij een eventuele kamerzetel gewoon, in zekere zin een bepaalde schuld laten hebben tegenover die donateur. Dat maakt niet uit. Gewoon, dus het corrumperende effect ervan gewoon wordt niet besproken. Het is gewoon guilty of donating money while Russian. Ja, dat is... Maar goed. Ellende. Volgens mij wordt er hier... Oh, misschien moet ik eens wat gaan inzoomen. De opmerking van Verkoten betekende voor een vandaag het begin van een uitgebreid onderzoek naar de mysterieuze Rus, die een façade van wereldverbeteraar lijkt op te trekken. Lijkt. Dit is na het onderzoek, dus als dat blijkt, dan zou je er toch een B voor kunnen zeggen. En blijkt. Maar mistige functies bekleed en over korte lijntjes beschikt met Moskou. Zo richtte Belikov een stichting op samen met een lid van de Nachtwolven, een ultranationalistische motorbende die dicht tegen Poetin aanschurkt. Dus hij heeft een keer iets samen gedaan met een andere Rus, en die andere Rus die is ook lid of lid geweest of zo van een groep mensen die Poetin leuk vindt. En dat is ongeveer 3/4 van de bevolking van het land. Dus moeilijk om er eentje te vinden die dat niet vindt. Dus, ik bedoel, het argument van lijntjes is wel moeilijk. Maar korte lijntjes... Tenzij die letterlijk de stad Moskou gewoon bedoelt. Want op zijn Twitter stond dat hij in Sint-Petersburg woont. Dus dan is het inderdaad, dan kan je met 4 uur met de trein in Moskou zijn. Dus in die zin heeft hij korte lijntjes met Moskou, maar... Dichter, korter dan wij, dus kort. Ja. Net zoals iedereen die ouder is dan ik, is oud. Russische inmenging? Oké, wacht, dit... Wie weet krijgen we hier te lezen wat de band is of wordt daar verder op ingegaan. Wie is deze Rus? Geboren in Volgograd. Studeerde aan de Staatsacademie. Sorry, maar dit was toen Stalingrad. Sorry. Fair enough. Studeerde in Sint-Petersburg. Juist, hij is duidelijk internationaal georiënteerd. Oké. Dat is terug te zien op zijn social media kanalen, waar hij zich presenteert als progressief wereldburger. Maar hij is Russisch. Dus dat kan niet. Deelt quotes van Martin Luther King. Wens zijn volgers een mooie kerst. Een happy Hanukkah. Ik zit te wachten op die other shoe. Waarvan de Maar wordt, nah. Er wordt naar de Maar opgebouwd. Ja, dat is echt een zieke beeld op het. Hij deelt een foto van Femke Merel van Cote Arissen en het logo Splinter. Hij toont zich meermaals aanhanger van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met andere woorden, aan een partij als Splinter doneren is volledig in character. Dat klinkt al, ja, plausibel, ja. Ook deelt hij screenshots van internationale videoconferentie met vrouwelijke sprekers. Om vervolgens tekst aan te voegen, Global Female Leadership. Oppervlakkig bekeken lijkt de claim van Belikov dat hij begaan is met vrouwenrechten best geloofwaardig. Los nog van de vraag waarom een Rus zich... uitgerekend om vrouwenrechten in Nederland bekommerd.
What the fuck? Dat is onze hele MO toch jegens Rusland. We bekritiseren hun altijd op mensenrechten. En nu is iemand die dat onderschrijft, dat dat belangrijk vindt in Nederland, dan is dat niet goed. Ik snap er echt niks van. Ja, ik snap ook wat niet. Wat is de logic? Ik snap ook niet waarom iemand als Joost Vullings zich zoveel om mensenrechten in Rusland bekommert. Nee. Hij is toch een Nederlander? Het is toch, ja. Dus als er iemand is van, nice, Nederland, zo wil ik het hier ook. Daar gaat het nice. Wat? Inmenging! Dit beeld wordt versterkt door de bestudering van mensen die Berikov zelf volgt op sociale media en wie hem volgen. Dit is journalistiek in 2021. Het is een bond internationaal gezelschap, vooral mensen die genieten van het mondiale internationale leventje. Dus zeg maar een beetje... Mondaine internationaal. Oh, sorry. Dus een beetje de NRC-journalist als Joost Vullings. Ja. Bepaalt niet het... Ik moet dit wel even, kijken of dit echt zo is. Of die echt die NRC-journalist was. Eén seconde. Je mag doorgaan. Bepaalt niet het type wereldverbeteraar. Oké. Okay. Is dat... Oké, okay, goed. Het is toch juist iets heel erg... een beetje hoogopgeleid randstadliberaals om een zogenoemde wereldverbeteraar te zijn. Dus ik snap niet waarom dat ineens niet meer van toepassing zou zijn. Ja. Oh, sorry, hij heeft niet bij de NRC gewerkt, dat dacht ik. Op één en Jinek heeft hij gewerkt. Oké, dat maakt niet bizar veel uit. Ik bedoel, oké, fair, het klopt niet, maar... Maar even for the record. Ja. Het is veel gebaseerd in mooie kleding op een hippe locatie met een latte of een witte wijn in de hand. Ik ben benieuwd of ze ook zo'n artikel over Michelle Obama of zo zouden schrijven. Maar wat is hij nu ook aan het doen? Hij is nu een soort van zijn levensstijl aan het bekritiseren om hem daarmee een soort van verdacht te maken. Terwijl, what the fuck, als deze guy het gewoon chill vindt om die dingetjes te doen, ja lachen toch, leuk voor hem. Ja, ik bedoel, hij heeft obviously veel geld. Hij is... Ja, dan doe je dat soort shit. Zo werkt dat. Hij is... Hij komt nogal globalistisch ingesteld over. Een beetje... Ik bedoel, als je veel geld hebt en veel rondreist, dan hoor je een beetje per definitie bij de mondiale elite. En hij leeft naar die lifestyle. En als je... dat wil gaan bekritiseren, fine. En waarschijnlijk ben ik het dan ook met je eens als je dat gaat doen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er gewoon om het feit dat hij dat doet, maakt het niet geloofwaardig dat hij bepaalde inhoudelijke standpunten aanhangt, maar dan ook in andere mate dan wanneer een Oprah Winfrey fucking rijk is, maar pretendeert om vrouwenrechten of zo te geven of zo. Nee, want dit is een Rus, dus dan is het anders. Dat is als we zeggen van, Oprah Winfrey is het verdacht, want ze is zwart of zo. Wat? Ja. Het is echt debiel. Het is echt zo insane. Moeten we hier nog weer verder gaan? De boodschap is volgens mij wel duidelijk. Deze guy is kut. Want het is een rust.